waar kan ik voor gaan? Maar met die mokkers, dat is een betere therapie als bij betere oude mokkers, dat heb ik wel gemerkt. Dank u wel, man. Ach, ja, ja. Ja. Ik zit alweer mijn eigen te werken. Ja, met een mooie hele kloor gaan ze voor. Ja, kunnen we niet voor koeien die gaan? Ha, koeien zelf, dat is toch aan de rug, hoor. Heeft die druk wat spijten? Ja. Hoeft die niet te werken? Man, jij bent toch ook zo lui, want ik moet dan met jou moet. Daar is hij. Ach, ze riep, je hebt nog steeds meer en weer. Je man, kijk eens naar al die koeien, ze staan allemaal druk. Uh-huh. En trouwens, wie heeft er zin, meneer weer? Toch een man? Ik heb er een energie ook niet meer nodig voor jou. Nee? Hoe is trouwens met die Siska 15? Moet die nou niet als kalm? Die Siska 15? Als hij de hand te komen is, dat dacht ik nog. Dat heb ik wel eens geloofd, hoor, als ik een kalm ben. Thank you.
wat scheuren voor de volgende week. Riet, wat met een brillen, zeg eens. Waar heb je dat ding liggen? Wat ik hem het meest gebruikt heb, natuurlijk. Waar is dat? Hé, hey, ik hang het bij jou hier. Op de wc? Ja, ja, daar heb ik hem dus nodig. Nee, dat is ook niet over een goed punt. Nee. Jongen, jongen, je schakel, dat is toch een handig ding. Er staat nog een kwak in te lezen ook nog. En voor wc-papier is ook ontzettend goed, want ik hoef er maar twee keer eens te scheuren. En voor sommigen komt er nog maar één keer. Zo, kunnen we de volgende week al een week wat tegen. Wat ben je met die pippers aan het doen? Jongen, jongen, jongen. Dat is er toch ook, hè? Dat zal je kind maar wezen. Hier, jongen. Ja, het is een repetitie zeker, met dorpshuis. Maar
Maar voor het, daar kwam ik eigenlijk niet weer. Oh nee? Dat hoort niet van die zeven koeien, hè? Die zeven koeien, man, die stond bij jou de geld terug, trekt niks aan. Nee, wij krijgen uitbreiding. Wat heb ik het nou wel over? Nee. Geld, Hekker. Ik ben al aan het brons geweest. Geld? Ja. En ik heb dan verder morgen geld. Zijn er vroeger wel 100 gulden? 100 gulden, yes. Ik heb 1000 gulden gekregen van de brand. 1000 gulden. Dat is wel 10 keer 100 gulden. En dat is gelend, het is schaamd. Trouwens, hoe kun ik het delen? Dat kan ik niet. Nee, laat het doen. Nee, maar wat gaat het dan wel niet meer doen? Ik heb overal een bedrag voor het. Denk eens met die carnavalsdagen bij de boek. Ik ga kiepenkooien bouwen. Met een aangebakken allemaal. Kiepenkooien bouwen? Ja. En wie moet daar dan voor zorgen? Allemaal geregeld, ons vriend. Ja, wel, dan kun je dan gaan verder met de paar jongen geven. Oh, ik hoor het wel. Ik ben weer los. Moet zij dat doen? Allee. Die zie ik het verschil nog niet tussen hen en... Zou dat niet? Is dat ze raad voor een gedeelte van de Raad van Elf gaan zitten. Dat op zich is dat al uniek. Heel erg hartelijk bedankt Theo van Oort, Cor Prinsen en Gerry Dromers voor jullie bijdrage. Hofkapelleke, graag in de buurtmars.